Omnibus. 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 Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Omnibus. De bijdrage van vandaag is langer dan gebruikelijk. Ik ga het dan ook over twee onderwerpen hebben. Het eerste onderwerp vandaag betreft veiligheid in huis. Het tweede onderwerp is privacy. Ik heb vandaag een metalen tuinkast gekocht die ik 3 meter bij mijn woning vandaan op mijn balkon wil plaatsen. De reden daarvan is dat ik een aantal van de accu's die ik heb en die iedereen heeft niet meer binnenshuis wil opladen. Ik heb overigens al een brandvrije kist voor kleinere accu's. Die werkt tot 800 mAh. Voor grotere accu's werkt dat concept niet meer. Zo'n box bestaat uit een metalen kistje met een deksel, een afsluitbare opening voor de snoeren van of naar de oplader. Verder zitten er openingen in de bovenkant waarin filters zitten die de rook zoveel mogelijk tegenhouden. Bij een accu die in de kist in brand vliegt, kan die accu geheel uitbranden zonder dat de buitenkanten van de kist zo warm worden dat de omgeving in de brand zou kunnen vliegen. Verder wordt de rook zoveel mogelijk tegengehouden. Het advies als dit gebeurt, als een brand ontstaat, is om niet bij de rokende kist te blijven staan, maar direct de ramen open te zetten en weg te lopen. De brand zou dan vanzelf uit moeten gaan. Dergelijke oplaadkistjes van een niet al te groot formaat zijn te koop voor onder de €100 bij verschillende bedrijven die bijvoorbeeld radiobestuurde autootjes of drones leveren. Ik heb echter ook meerdere accu's die groter zijn dan 800 mAh. De bedoeling van de metalen tuinkast is om die in het vervolg daarin te laden. Ver genoeg, dat hoop ik, van de woning om bij een brand voor grote problemen te kunnen zorgen. Overigens heb ik daarnaast de gewoonte om nooit accu's op te laden als ik wil gaan slapen. Bij brand is rook supergevaarlijk. Rook kan zo giftig zijn dat je bij 2 ademteugen al zo onmachtig bent dat je het gevaar niet meer kunt ontvluchten of niet meer het besef hebt om dat te doen. Dat is iets wat ik pas een paar jaar geleden tot mijn verbazing te weten kwam. Oké, nu het tweede onderwerp van vanavond en ik begin direct te vertellen van nog een ongebruikelijke gewoonte van ondergetekende. Ik ben een smartphone-weigeraar. Ik weiger daarnaast ook commerciële sociale media, maar dat is een verhaal dat ik misschien nog wel eens zal aanstippen. Mijn aversie tegen smartphones hebben te maken met wat ik in de eerdere uitzending over privacy al aanstipte. Voordat mensen altijd een gsm of smartphone bij zich hadden, waren mensen niet te volgen. In de eerste jaren dat er gsm's waren, heb ik er als techneut helemaal niet bij stilgestaan dat je telefoon altijd te volgen is als de netwerkbeheerder logboeken bijhoudt. De netwerkbeheerders hebben daar een legitieme reden voor. Ze moeten weten waar je bent, moeten weten via welke gsm-mast je te bereiken bent, waar moet het audio van het gesprek naartoe en het belsignaal als je gebeld wordt. Misschien hebben ze nog geen reden om daar uitgebreide logboeken lang van te bewaren. Voor de analyse van hun netwerk is dat soms wel van belang. Ik realiseerde me dit pas een keer door een artikel over een bepaald misdrijf hier in de buurt waarbij een jong stel betrokken was. Voor de rechter hield de vrouw bij hoog en bij laag vol dat ze ten tijde van het gebeurde thuis was. Haar partner had de misdaad alleen gepleegd in een ander deel van het land en die partner bevestigde dat. Vervolgens kwamen de mobiele telefoongegevens op de proppen en het antwoord dat zij gegeven had op de vraag of ze via haar mobiele telefoon te bereiken was. Oh ja, had ze gezegd, die heb ik altijd bij me, ik ga nooit zonder van huis. Omdat het haar telefoon was die ten tijde van het misdrijf op de plek daarvan gesignaleerd was, vond de rechter het aannemelijk dat ze inderdaad daar geweest was en kreeg ze dezelfde straf als haar partner. Bij de oude gsm-netten was de locatiebepaling een stuk minder nauwkeurig dan nu. Er waren minder netwerkcellen en die waren daardoor groter. En je moet denken dat hooguit bepaald kon worden in welke wijk iemand zich bevond. Tegenwoordig is dat heel wat nauwkeuriger. De huidige cellen van de netwerken zijn veel kleiner. Zo kunnen op plekken met veel mensen veel meer mensen een gesprek voeren. Maar de locatie is daardoor ook veel preciezer. Daarnaast zijn er GPS-ontvangers gekomen waarmee je bijna op huisnummer nauwkeurig kunt bepalen waar iemand is. En er is nog een systeem. Bedrijven als Google inventariseren op grote schaal de namen van wifi-routers die wifi-routers gebruiken in de ether. Ik heb begrepen dat het bij Google gebeurt op het moment dat de autootjes met de camera's erop voor Street View voorbij komen. Aan de hand van die gegevens kan ook vrij nauwkeurig de locatie bepaald worden. Daarnaast leveren de 3 systemen als ze gecombineerd worden nog extra nauwkeurigheid op. Net als het combineren van meerdere locatiesystemen, want GPS is tegenwoordig niet meer het enige systeem dat via de satelliet beschikbaar is. Een paar jaar geleden kwam in het nieuws dat zowel bij Android als iOS, wanneer je GPS in de instellingen van je smartphone uitschakelde, dat weliswaar werd uitgeschakeld, maar dat de lokalisatie via de netwerkbeheerder en via het systeem van de wifi-routers wel gewoon aan bleef staan. Het uitschakelen van de GPS gaf in dat opzicht dus niet bepaald de garantie dat je niet meer gevolgd werd. Het is zelfs kwalijk dat het er niet duidelijker bij stond, want daardoor denk je onterecht dat je niet meer bespioneerd wordt. En je zet GPS tenslotte denk ik toch ook niet voor niets uit.
Ik heb overigens wel een smartphone, maar die gebruik ik zo goed als uitsluitend thuis. Een paar keer per jaar wil ik internet gebruiken onderweg op mijn laptop en dan is dat een reden om hem mee te nemen. Tijdens het vervoer staat mijn smartphone uit. Ik gebruik hem alleen op de plek waar ik hem nodig heb. Lange tijd hadden mijn telefoons verder een accu die je eruit kon halen, maar bij mijn meest recente telefoons gaat dat niet meer. Sommige apparaten verzamelen als ze uitstaan toch elke kwartier de locatiegegevens en als je dan thuis bent of zelfs onderweg wordt er toch nog wat met die gegevens gedaan. Om dit te voorkomen neem ik mijn smartphone mee in een met metaal gevoerde envelop, kan hij de satellieten en de wifi routers en de provider niet ontvangen. Ik heb daarnaast een gsm. Een oude gsm, nou ja, wel recent geproduceerd, zonder enige data of internetfaciliteit. Die zijn tegenwoordig spotgoedkoop. Ik heb er eentje van 14 euro en die doet bijna 3 weken met een accu. Geweldig. Die neem ik iets vaker mee dan mijn smartphone, maar ook deze staat meestal uit. Wat mij betreft kan dit niet anders. Ik werk als journalist onder andere, mensen vertrouwen mij. Dus het moet niet ergens opgeslagen worden als ik met zo iemand ergens in een kroeg afspreek of zelfs bij iemand thuis. De overheid die blijkt in haar ijver om de hooiberg te vergroten om daar spelden in te kunnen vinden een immer grotere honger naar data te hebben. Niet zelden stappen ze daarbij pontificaal over de zorgen die burgers en privacyorganisaties en zelfs de eigen overheidsprivacy waakhond hebben heen. Een voorbeeld hiervan is de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2017, in de volksmond Sleepwet genoemd. Dat is momenteel actueel. Bezwaren tegen de wet waren er vele, maar een van de belangrijkste was bijvoorbeeld dat met de wet een belangrijk rechtsprincipe aan de kant gezet wordt, namelijk dat iedereen onschuldig wordt geacht, tenzij ze veroordeeld zijn of er een gerichte sterke verdenking is. De wet laat namelijk toe dat ook mensen die niet verdacht worden in het onderzoek worden betrokken, waarbij bijvoorbeeld mensen gehackt mogen worden en allerlei gegevens over ze mogen worden gebruikt. Een 5-tal studenten van de Universiteit van Amsterdam zetten vervolgens een raadgevend referendum op dat op 21 maart 2018 plaatsvond. Niet minder dan 407.582 mensen ondertekenden daarbij het referendum waarbij ze aangaven tegen de nieuwe wet te zijn. De kiesraad moet het vervolgens beoordelen en oordeelde een half jaar later uiteindelijk dat 384.000 van die handtekeningen werden goedgekeurd. 384.000, dat is werkelijk een enorm aantal. Niettemin legde het kabinet de bezwaren op een paar wijzigingen in het voorstel naast zich neer en kwam de wet er vervolgens toch, waarna de diensten daarna bij voortduring op verdere verruiming van de wet bleven aandringen. Mijns inziens is dat zeer ongewenst. De wet druist in tegen meerdere belangrijke grondrechten, zoals het rechtsprincipe dat ik al noemde. Afijn, aanstaande maandagmiddag wordt bij een versnelde behandeling in het kabinet geprobeerd om opnieuw een aantal verruimingen voor de wet erdoor te jagen. Het gaat onder andere om nog ruimere mogelijkheden om mensen die nergens van verdacht worden te mogen afluisteren, te hacken zonder tussenkomst van rechters. Daarnaast wordt ook, wat nieuw is, het mogen doorgeven van deze gegevens naar diensten van welk ander land ook mogelijk gemaakt. De organisatie Bits of Freedom voert momenteel actie tegen deze kwestie onder de titel "Voor ongerichte massasurveillance is geen plaats in een democratische rechtsstaat." Als je hun actie wilt ondersteunen of je wilt er meer informatie over weten, typ dan bij Google in BOF, zoals de BOF, BOF en het woord massasurveillance. BOF en het woord massasurveillance. Dat werkt volgens mij zelfs als je het verkeerd schrijft, want het is een moeilijk woord. BOF massasurveillance. Als het goed is, staat er dan in het midden van de pagina "Laat je horen tegen de sleepwet." Dat is het artikel waar het om gaat. Het is kort dag, de kamerzitting is al maandag. Vandaag heb ik een bijdrage over journalistiek. Ik begin met iets recht te zetten. Gisteren meldde ik 800 milliampère accu's die er maximaal in het kleine boxje konden, maar het moet zijn 8000 milliampère uur. Ja, verder moet ik nog de vorm verantwoorden die ik in deze uitzending gebruik. Als journalist hoor je overigens altijd te corrigeren als je een belangrijke fout maakt. Een van mijn eindredacteuren vroeger voor een tijdschrift, die zei altijd: je kunt in de tekst altijd corrigeren, maar hoe later in het proces je zit, hoe duurder dat wordt. Als je je tekst net hebt ingeleverd, is het zo aan te passen. Maar als de tijdschriften eenmaal bij de abonnee liggen op de mat of op de keukentafel, dan wordt het extreem duur om ze allemaal terug te halen. Zeker als het er niet 10.000 zijn of zo, maar 500.000. Dat was voor de tijd van de vele websites overigens. Op internet is het herstellen van een fout een stuk makkelijker. Het is echter niet goed als je om die reden nu minder precies zou zijn. Maar goed, over de uitzending en de journalistiek daarvan. Ik heb nog niet definitief gevonden of de vorm nu de journalistiek of opinie is die de boventoon gaat voeren. Maar het liefst wil ik toch een journalistiek product maken. Dus ik denk dat het vast wel grotendeels zal worden.
De meeste van de bijdragen van afgelopen week waren journalistiek van aard. Die van gisteren, met name Adele over privacy, had sterke elementen van opinie. Dat hoor je er eigenlijk bij te zeggen en dat zal ik in het vervolg ook doen. Dat had ik gisteren eigenlijk ook moeten doen. Het is belangrijk om als uiting, dat wil zeggen als radio-uitzending, podcast of geschreven media, om als journalist verantwoording af te leggen over wat je doet en dit aan de lezers, luisteraars, kijkers, etc. te laten weten. Tijdschriften en kranten doen dit doorgaans door een redactiestatuut op te stellen. Je ziet dat ook wel bij landelijke televisieprogramma's. Daar wordt de doelstelling geschreven van de uiting. Kranten brengen bijvoorbeeld nieuws, maar kranten hebben ook een gezichtspunt vanuit waar ze de wereld bekijken. Daar moet je altijd duidelijk over zijn. Dat kan vanuit een bepaalde politieke hoek zijn. Je mag dat natuurlijk bij algemeen nieuws niet te sterk kleuren. Maar ja, het is ontegenzeggelijk. Je bent natuurlijk een mens en je bekijkt van iets vanuit een bepaalde hoek. Die kleuring mag overigens echt maar een heel klein beetje zijn. Er zijn ook uitingen waarbij dit minder van belang is. Bijvoorbeeld bij doelgroep tijdschriften. Een tijdschrift is sowieso doorgaans niet actueel, omdat er bijvoorbeeld maar één keer per week of één keer per maand eentje verschijnt. Maar een doelgroep tijdschrift laat in tegenstelling tot een krant of een tijdschrift met nieuwsachtergronden ook een hoop meer weg. Een tijdschrift voor begrafenisondernemers zal bijvoorbeeld vooral berichten over actueel nieuws, als de prijs van marmer bijvoorbeeld omhoog gaat. Een tijdschrift voor zendamateurs, als de wetgeving voor zendamateurs verandert. Maar ander nieuws, dat zullen dat soort bladen laten liggen. En dat is ook zoals het eigenlijk moet. Ik heb gemerkt dat het bij best veel mensen een misvatting is dat een objectieve krant of een ander objectief nieuwsmedium alle nieuws zou moeten brengen. Sterker nog, het is niet eens mogelijk om alle nieuws te brengen, daar is er gewoon te veel van. En dus moet je selecteren. De taak van een journalist is het om nieuws te selecteren dat voor de lezer, luisteraar belangrijk is en daar ook niets weg te laten, maar alleen het belangrijke nieuws te brengen. Een kwestie kan te groot zijn om in dagelijks nieuws te behandelen, te groot, dat wil zeggen te ingewikkeld. Dat zijn dan items die niet in volledigheid gebracht worden. Het is niet zo dat die niet in het nieuws komen, maar voor een veel uitgebreidere uitleg met veel meer achtergrondinformatie moet je eerder zijn bij een blad of een programma met nieuwsachtergronden. Op televisie heb je nieuws, maar je hebt ook actualiteitenrubrieken. Een actualiteitenrubriek brengt ook nieuwsachtergronden en dat is niet het nieuws zelf. Er is iedere dag echter zoveel nieuws, je moet dat echt selecteren. Dat is bijvoorbeeld bij nieuws binnen Nederland zo, maar ook bij buitenlands nieuws. Als je in Assen woont, is een kwestie die in Assen speelt eigenlijk altijd relevant. Die moet je altijd brengen, tenzij het heel onbelangrijk is. Het 5-jarig werknemerschap van iemand is voor die persoon misschien een jubileum dat hij graag viert, maar het hoeft niet in de krant te komen. Iemand die 50 jaar bij een bedrijf werkt, is misschien iets voor een lokale pagina van een krant. Maar iemand die 70 jaar bij een bedrijf werkt, is bijzonder. Zeker als die persoon inmiddels 96 jaar oud is en nog steeds zware kratten sjouwt. Een groot ongeluk in Leeuwarden is voor iemand in Assen nog steeds nieuws. Een groot ongeluk in Manchester is het dat niet meer. Dat zijn dus dingen waar je als journalist op selecteert. Dat is een belangrijke taak, een verantwoordelijke taak. Mensen moeten er maar op vertrouwen dat het goed gebeurt. En er zijn goede journalisten en niet goede journalisten, zoals in ieder vak ook. De laatste jaren is opinie belangrijker geworden dan nieuws. Ook onwaar nieuws komt gewoon in de krant. En dat is iets wat mij wel verdrietig maakt. Natuurlijk, opinie is wel degelijk belangrijk. Opinie in een krant is traditioneel de mening van één van de redacteuren. En dat is die redacteur die zijn eigen mening ventileert, zonder dat de eindredacteur daar verantwoording voor neemt. Hierdoor kan die journalist vertellen wat hij op zijn hart heeft. En dat is wel degelijk belangrijk, met name als er iemand een afwijkende mening heeft. Het nieuws echter, dus niet de opinie, hoort gewoon te kloppen. Daar zijn een hoop regels voor. Bovendien, je moet nooit nieuws uit één bron gebruiken. Bij voorkeur moet je meerdere bronnen raadplegen en daar dan je eigen conclusie over trekken. Dat zijn er bij voorkeur meer dan twee. Er zijn erbij wel weer uitzonderingen. Als er net iets gebeurd is, dan is er weinig over bekend. Mensen willen wel weten dat het gebeurd is en dat dien je dan ook te melden. En ja, soms dan worden worden er echt dingen bijgetrokken. Bijvoorbeeld iemand die een ooggetuigenverslag doet. Dat is één bron. Maar goed, als het kort na het gebeurde is, is dat helemaal oké. En het is in zo'n geval dus ook volledig oké als er geen tijd is om meerdere bronnen te raadplegen. Verder is er nog iets anders, dat is hoor en wederhoor. Als je iemand interviewt in het kader van een nieuwsitem, dan hoor je in de meeste gevallen ook de andere kant van de zaak te belichten door iemand of een bedrijf waar dingen over beweerd worden in die quotes ook aan het woord te laten. Hoor en wederhoor heet dat. Het zou anders onredelijk zijn als je iemand met modder laat gooien naar iemand anders en die mag zichzelf niet verdedigen. Je moet iemand altijd de kans geven om dat te doen.
Ik ben zelf iemand die probeert hier zeer netjes in te zijn, maar ook ik heb mijn beperkingen. Ik maak bijvoorbeeld deze dagelijkse uitzending het dagelijks. Dat betekent per definitie dat er weinig tijd voor is. Om die reden zal ik onvoldoende aan fact-checking kunnen doen. In gevallen dat ik twijfel zal ik altijd checken, maar ik kan er in voorkomende gevallen hierdoor wel eens naast zitten. Het is in ieder geval minder nauwkeurig dan dat ik bijvoorbeeld voor een tijdschrift zou doen. Dat is overigens een keuze. Het alternatief is 3 maal zoveel tijd aan iedere uitzending besteden, maar dan niet elke dag, maar 1 keer per 3 dagen iets maken dat kan worden uitgezonden. Ik vind dagelijks het leukst en dat werkt naast mijn andere werk ook het best. Maar ik die wel aan de luisteraars uit te leggen dat ik dat zo doe, bij deze dus. Voor de uitzendingen van de afgelopen week heb ik overigens zo goed als niets opgezocht. Ik ken die onderwerpen zo goed dat ik dat ook zo kon schrijven. Ik schrijf de tekst voordat ik het uitspreek. Per uitzending van gemiddeld 5 minuten heb ik misschien 3 of 4 dingen opgezocht. Maar er zijn onderwerpen waar het veel moeilijker ligt en waar veel meer voor geresearched moet worden. In dat geval zal ik in de toekomst desnoods een keer een avond overslaan om meer tijd te hebben. Of ik maak een heel korte uitzending, zodat alles wat ik breng, dat ik dat ook kan verantwoorden. Wat ik nu verteld heb is een klein inkijkje in hoe ik werk. Ik doe behalve journalistiek werk ook nog een aantal andere dingen. Te veel eigenlijk om hier op te noemen. De meeste tijd werk ik als vertaler. Ik vertaal zeer veel verschillende dingen. Veel over techniek, smartphones, radioapparatuur, maar ook over bouwkunde en andere techniek. En ik vertaal geregeld handleidingen. Maar ik doe ook teksten over mode en cosmetica, waar ik vroeger heel veel vertaalwerk over gedaan heb. Ander werk wat ik doe is onder andere persfotografie, video's maken. Ik besteed 1/5 van mijn tijd aan productontwikkeling. Dat zijn elektronische apparaten. En in mijn vrije tijd maak ik af en toe meubels. En zoals duidelijk zal zijn, ik ben ook centamateur. Misschien leuk om te weten, ik kom uit de regio. Mijn grootvader van moeders kant was jachtopziener in het gebied waar vandaan Radio Theepot uitzendt. Opa van vaders kant was Fries, maar Paken en Beppe woonden in Assen. Die opa werkte lange tijd bij Agmesa, de melkfabriek daar. Ik ben zelf geboren in Assen. Jawel, aan de Steendijk, vlakbij de spoorlijn naar Rolde. En mijn eerste woorden sprak ik in het Drents. Dat is al lang geleden. Als ik het nu probeer, klinkt dat waarschijnlijk wat onwennig. Ik kom oorspronkelijk uit Assen en ik heb mijn eerste woorden in Drents gesproken, maar ik ben lang uit de omgeving weg. En ik ben een beetje verleerd. Maar soms dan lukt het nog wel. Het gaat het beste als ik daar ben of als ik met familieleden spreek die ook Drents praten. Let op! En dan komt nu weer een nieuwsbericht. En dat heus echt geen reclame is. Gezien op de dag voor de radioamateur maakt nu je YL of XYL blij met de nieuwste innovatie van de wetenschappers van Wokka Wokka. Nieuw van Wokka Wokka, de Powerpoof, de 500 watt eindtrap die je ook als zitmeubel kunt gebruiken. De Powerpoof is een solide korte golfeindtrap die wel een fikse misaanpassing aan kan. Uitgevoerd met soepel kalfsleer in de vorm van een trendy poef om op te zitten. Nooit meer een koude kont, want als er geen konttest is, wat een toepasselijk woord trouwens, dan kunnen de powerfuts van de poef ook gewoon zonder hoogfrequent warmte genereren. Er hebben reeds 30 mensen ingetekend voor de poef waarvan de buitenkant handgemaakt is, want die worden gemaakt door vaardige vingers van brave huismoeders in een of ander derde wereldland, zodat die er ook nog een centje aan verdienen. Prijs voor de powerpoef is slechts €3200 ex BTW en lichtnetsnoer. Daily Minutes PS vandaag gaat over micronaties en grenzen. Niemandsland, bestaat dat eigenlijk wel? De niet-juridische betekenis is een gebied waar nooit iemand komt of waar niemand bezit van claimt. Dat klopt soevereiniteitshalve gevoelsmatig ook weer niet helemaal, want op Antarctica komen grote delen van dat continent nooit mensen. Maar ondanks internationale afspraken zijn er daar toch diverse, zowel letterlijk als figuurlijk bevroren claims. Volgens het Antarctisch verdrag zijn die claims namelijk tot nader order opgeschort, waardoor er daar toch sprake is van niemandsland. Onbewoonde eilanden, ook op grote afstand, kunnen echter tot een land behoren en zijn dan weer geen niemandsland. Het begrip niemandsland wordt eigenlijk voor 2 verschillende begrippen gebruikt. Het ene is het enigszins beladen begrip van het gebied tussen 2 frontlinies. Met name bij de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog roept dit trieste associaties op. Het gebied na de paspoortencontrole op vliegvelden is ook een vorm van niemandsland. De term niemandsland stamt uit het Engels van net na 1300. Het ging daarbij vooral over land waarvan het eigendom door meerdere eigenaren werd bestreden. Een heel duidelijk voorbeeld van niemandsland bestaat tussen de Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay en de rest van Cuba.
Er is een band van 13 kilometer breed aan Cubaanse zijde langs het gehele 28 kilometer lange hekwerk van de Amerikaanse basis dat door Cuba vanaf 1961 volgeplant is met dichte cactusbegroeiing. In een daad van opmerkelijke eensgezindheid hebben de VS en Cuba het gebied daarop voorzien van zo'n 55.000 landmijnen, waarmee het op één na grootste mijnenveld van de wereld een feit was. President Clinton liet in 1996 de mijnen weer verwijderen. Het gebied wordt sinds de Koude Oorlog ook wel aangeduid met het cactusgordijn, als tegenhanger van het ijzeren gordijn dat tussen Oost- en West-Europa stond. Op dezelfde manier als bij Guantanamo was het gebied rond de Berlijnse muur en andere delen van de grens tussen Oost en West destijds niemandsland. Het niemandsland bestond daar gewoonlijk aan de Oost-Europese zijde, omdat daar het belang van afscheiding bestond om te voorkomen dat burgers naar het Vrije Westen zouden weten te vluchten. Bij de Berlijnse muur was het doorgaans een relatief smalle strook land tussen de beide landen, met iets verderop op DDR-grondgebied een tweede muur waar tussen vaak wachttorens stonden. Overigens stond de Berlijnse muur doorgaans op 1 of 2 meter afstand van de grens en op diverse plekken zaten er poortjes, zodat mensen ook aan die kant desnoods door de Oost-Duitse grenspolitie konden worden gearresteerd. De reden van het stukje niemandsland aan de West-Berlijnse kant was dat de arbeiders die de muur bouwden destijds niet op West-Berlijns grondgebied mochten komen. Veel West-Berlijners hadden de gewoonte om blikjes en ander afval over de muur proberen te gooien, waarbij ze dus een klein risico liepen te worden gearresteerd door de Oost-Duitsers. Een bijzonder stukje voormalig niemandsland bevindt zich verder in het West-Berlijnse stadsdeel Tiergarten, de zogenaamde Lenné-draaiek. De gevolgen van toen zijn ook in de tegenwoordige tijd nog te merken. Zo'n jaar of 10 geleden waren er nog rellen rond dit gebiedje, waar nu vooral megadure kantoorgebouwen staan. Doordat de opdeling van Berlijn in sectoren volgens bestaande wijken ging, hoorde dit gebiedje ter grootte van bij benadering 3 tot 4 voetbalvelden tot de oostelijke sectoren en kwam dus onder jurisdictie van de DDR. Bij de bouw van een muur werd het deel echter overgeslagen omdat bij een opstand in 1953 het laatste gebouw dat er na de oorlog nog overeind stond en in gebruik was in brand was gestoken en daardoor verwoest. Het gebiedje nabij de Brandenburger Tor werd vervolgens vlak gemaakt. Met de bouw van de muur werd een simpel hekwerk aangebracht. Dit hekwerk werd door West-Berlijners op verschillende plekken vernield en zo ontstonden er verschillende platgetreden paden door het gebiedje als afsnijding van routes binnen het West-Berlijnse gebied. Al die tijd gold er de Oost-Duitse wetgeving en was het gebied ook taboe voor West-Duitse politie en andere overheidsdiensten. In 1988, anderhalf jaar voor de val van de muur, vond een gebiedsruil plaats waar de Lenné-draaiek ook onder viel. Het West-Berlijnse stadsbestuur wilde er een belangrijke verbindingsweg op aanleggen. Op 31 mei van dat jaar werd het verdrag voor de gebiedsruil getekend dat vervolgens op 1 juli zou ingaan. Op 26 mei werd het terrein door zogenaamde links-alternatieven uit West-Berlijn bezet en werd er een tentendorp opgezet. Het doel was om de overheid ertoe te bewegen om in de voorgaande jaren ontstaande ongerepte natuur te beschermen en te behouden. De West-Duitse politie stond machteloos. Betreden van het gebied op dat moment zou een diplomatiek incident betekenen en misschien dat het hele verdrag daarmee op losse schroeven zou komen te staan. En het was tegelijk ook niet meer in het belang van de Oost-Duitsers om tegen het tentendorp op te treden. Gelijk 's ochtends op de eerste dag dat de West-Duitse politie er mocht komen, werd vervolgens het tentenkamp door honderden politieagenten geruimd. Niemandsland kan ook een gebied zijn of een stuk land waar twee staten het niet over eens worden. Zo wist men in 1843 niet te besluiten of een bepaald stukje land tot Baden-Nassau, dat wil zeggen Nederland, of Baden-Hertog, België, zou gaan behoren. Pas in 1995 werd dit terrein aan België toegewezen bij een internationale procedure, waarbij het enclave nummer 22 werd van de Belgische gemeente Baden-Hertog, die gedeeltelijk binnen Nederland ligt. Het perceel van 0,2632 hectare groot had voor 1995 ook echt de naam Niemandsland. Terra nullius, wat inderdaad niemandsland betekent, is een term die oorspronkelijk uit het Romeins recht afkomstig is. De term heeft een kwade geur doordat het in de 16e en 17e eeuw in Europa in juridische zin stond voor niet ontwikkeld land. Bouwde je er naar Europees voorbeeld steden op of cultiveerde je het als landbouwgebied, dan was het land ontwikkeld en geen niemandsland meer. Wanneer je op het land leefde zoals de primitief beschouwde oorspronkelijke volkeren in Amerika, Afrika, Azië en Oceanië deden, dan was het land niet in ontwikkeling gebracht en mocht degene die het plan had het te ontwikkelen volgens de wet dit grondgebied in bezit nemen. Ten slotte is er nog het begrip condominium. Een condominium is als de soevereiniteit van een territorium door twee of meer machten, dus bijvoorbeeld door twee landen, wordt gedeeld. Het is een heel zeldzaam verschijnsel, alleen al omdat het snel tot conflicten leidt.
De meeste voorbeelden van hooguit een dozijn wereldwijd zijn hier in de regio te vinden in Europa. Het Bodemeer wordt bijvoorbeeld als territorium beschouwd van zowel Zwitserland, Duitsland als Oostenrijk. Het verzante eiland in de rivier Bidassoa ligt tussen Spanje en Frankrijk en is sinds 1649 een condominium van beide landen. De ene 6 maanden valt het onder de Spaanse wetgeving, de volgende 6 maanden onder de Franse. Op het eiland hebben diverse historisch belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, onder andere het sluiten van het Verdrag van de Pyreneeën. Hoewel het een flinke mate van autonomie had, was de micronatie neutraal Moresnet, die zich tot aan de Eerste Wereldoorlog onder het Nederlandse Faals bevond, ook een condominium van de Nederlanden, later van België samen met Pruisen. Ja, er zijn prachtige verhalen hierover. Ik zal eens kijken of ik dat nog vlug kan vertellen. Bijvoorbeeld was er in Zeeuws-Vlaanderen ooit een frietenbakker en die stond op een parkeerplaats precies op de grens. Hij verkocht de frieten aan de Belgische kant en hij bakte ze aan de Nederlandse kant, want in België had je een bakvergunning nodig en in Nederland een ventvergunning. En op die manier had hij geen vergunning nodig. Een ander voorbeeld was een Turkse, ja, toen heette dat gastarbeider, die met zijn gezin naar Berlijn verhuisde. En die ontdekte dat er op een parkeerplaats in Berlijn, dat die parkeerplaats, een grote parkeerplaats waar weer meerdere auto's stonden, dat die deels tot de DDR behoorde. Op het stuk van de DDR, aan de West-Berlijnse kant van de muur, zetten die twee zeecontainers op elkaar. In de bovenste ging het gezin wonen en in het onderste begonnen ze een groentezaak. West-Berlijn kon er niks aan doen en Oost-Berlijn was wel genegen om West-Berlijn eens een keer flink te pesten. Dat deden ze wel vaker. Dus die hadden zoiets van, nou, we treden er lekker niet op tegen deze man. En die heeft daar dus jarenlang met zijn groentewinkel gezeten en zijn gezin. Toen de muur viel, toen besloot na enig aarzelen het gemeentebestuur om de situatie te handhaven. En ik heb 10 of 12 jaar geleden nog een keer een artikel gezien dat de winkel nog steeds bestond. In de zeecontainers. Het waren wel zijn kinderen inmiddels die de zaak runden, maar ja, dat soort verhalen zijn geweldig. De bijdrage van vandaag is er net als gisteren eentje met als onderwerp micronaties. Vandaag gaat het over de micronatie Sealand. Voor de kust van Groot-Brittannië ligt een eigenzinnige en onconventionele natie die bekend staat als Sealand. Deze zelfbenoemde micronatie, gevestigd op een verlaten zeefort, gesticht in 1967, spreekt tot de verbeelding van velen, tart de normen van de traditionele natie en daagt de grenzen van de soevereiniteit uit. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog werd Rolf's Tower, een voormalige Britse marineinstallatie gelegen in internationale wateren, verlaten. Paddy Roy Bates, een voormalige majoor van het Britse leger, profiteerde van de strategische ligging en greep in 1967 de controle over het fort en riep het uit tot Prinsdom Sealand. Bates stelde samen met zijn familie hun eigen vlag, eigen grondwet en zelfs een volkslied vast, waarmee ze hun aspiraties voor een onafhankelijke natie kenbaar maken. Bates wilde aanvankelijk een zeezender beginnen op het eiland, maar besloot uiteindelijk het in plaats daarvan als micronatie voor te zetten. Ondanks zijn geringe omvang en onconventionele locatie ontwikkelde Sealand zijn eigen bestuurssysteem. Toen Roy Bates de rol van zelfbenoemde prins op zich nam, implementeerde de natie een erfelijke monarchie, waarbij de titel in 1999 werd doorgegeven aan zijn zoon Michael Bates, prins Michael. Het vorstendom beschikte ook over een eigen nationale symbolen, zoals een koninklijk wapen, postzegels en paspoorten die aan een select aantal burgers zijn afgegeven. De reis van Sealand als micronatie is niet zonder uitdagingen verlopen. De unieke positie van het land in internationale wateren heeft geleid tot juridische geschillen en vragen rond de legitimiteit ervan. Met name de Britse regering heeft de soevereiniteit van Sealand in twijfel getrokken met het argument dat deze onder hun juridictie valt. De mensen betrokken bij Sealand geloven echter stellig in de autonome status. Het fort bevindt zich buiten de Britse territoriale wateren en dat is voor hen het bewijs van de onafhankelijkheid. Daarnaast zijn er een aantal rechtszaken die dit bevestigen. Niet lang nadat Bates de onafhankelijkheid had uitgeroepen, kwamen er meerdere schepen van de Britse marine op het eiland af in een kennelijke poging om Bates van het eiland te verdrijven. Bates, met zijn militaire achtergrond, gebruikte het toen nog op het eiland aanwezige luchtafweergeschut uit de oorlog om de schepen na binnendringen in de territoriale wateren van Sealand voor de boeg te schieten, waarna de schepen de aftocht inzetten. Kennelijk dachten ze, dat lossen we wel op een andere manier op. Bates deed wekelijks met een rubberboot boodschappen in het kustplaatsje Ipswich. En toen hij de eerste keer na het gebeurde voet aan wal zette, werd hij prompt gearresteerd. De aanklacht luidde illegaal wapenbezit, dit vanwege het geschut op het eiland.
De Britse rechter echter verklaarde al snel tegen de politie: sorry heren, ik ben een Britse rechter. Het eiland ligt niet in Groot-Brittannië en dus ben ik niet bevoegd. Bates werd daarop vrijgelaten. De overheid liet het er echter niet bij zitten en spande het ene na het andere hoge beroep aan. Maar telkens concludeerde de rechter: ik ben niet bevoegd, het eiland hoort niet bij de UK. Door de jaren heen heeft Sealand met verschillende andere hindernissen te maken gehad, waaronder pogingen tot invasie en bezetting. In 1978 lanceerde een groep Duitse en Nederlandse huurlingen een aanval op het vorstendom in een poging de controle in handen te krijgen. De indringers werden uiteindelijk overmeesterd door de familie Bates, samen met meerdere kennissen, waarbij met een helikopter de natie werd binnengevallen. Ondanks deze uitdagingen is Sealand erin geslaagd om zijn onafhankelijke status te behouden. Een andere heikele kwestie was toen Groot-Brittannië zijn territoriale wateren uitbreidde van 4 mijl naar 12 mijl, waardoor Sealand vervolgens zou worden omsloten door de Britse territoriale wateren en geen mogelijkheid meer had om zelfstandig de Noordzee op te varen. Een etmaal voordat de UK zijn 12 mijl zone echter invoerde, breidde Sealand zelf zijn territoriale wateren uit naar 12 mijl. Een etmaal voordat de UK zijn 12 mijl zone echter invoerde, breidde Sealand zijn territoriale wateren zelf naar 12 mijlen uit. Omdat de zeewet voorschrijft dat territoriale wateren die betwist kunnen worden door beide landen gelijkelijk verdeeld moeten worden, bleef Sealand een vrije doorvaart houden tot de niet-territoriale wateren van de Noordzee. In 2006 verwoestte een brand een aanzienlijk deel van het eiland, veroorzaakt door een kortsluiting in een van de generatoren. Er is, zoals ik eerder al meldde, altijd een caretaker op het eiland en deze raakte gewond bij de brand en werd vervolgens door een helikopter van de Royal Navy naar het nabijgelegen ziekenhuis van Ipswich gebracht. De Harwich reddingboot bleef in de buurt van het eiland totdat de plaatselijke brandweersleepboot de brand had geblust. Het is opmerkelijk dat de Royal Navy zich er duidelijk van bewust was dat het eiland op dat moment onbeheerd was, maar dat de Britten het eiland op dat moment toch niet hebben ingenomen. De brand leidde tot schade van wel €250.000 en er werd gemeld dat het met de hulp van een plaatselijke aannemer die een fan was, het allemaal in ongeveer 6 maanden was hersteld. Tussen 2007 en 2010 waren er verschillende meldingen dat de micronatie te koop zou zijn. Ik denk dat het rond 2009 of 2010 was dat ik daarover met prins Michael sprak. Hij legde echter uit dat het niet de natie of de soevereiniteit van de natie was die te koop was. Er stond echt onroerend goed op het eiland te koop, net zoals wanneer je een huis wilt bouwen of een bedrijf of iets dergelijks als een hotel, waarvan je de ruimte daarvoor bezit. Waarschijnlijk was het de steile prijs die daarvoor gevraagd werd die tot de conclusie leidde dat het land te koop stond, wat niet het geval was. Sealand bestaat nu ongeveer 55 jaar. Weet jij dat nog? Was ome Jan niet ook een eterpiraat? Ja, oom Jan uit Drenthe, jazeker, die draaide altijd oompie koerier, in een poep en een zucht. Weet jij wat er met zijn oude zendinstallatie gebeurd is? De laatste bedoel ik, want de rest zal wel in beslag genomen zijn. Nee, die heeft tante Sjaan in het reservoir bewaard, als herinnering. Ik denk dat die oude zender daar nog steeds in zit. Moeten we binnenkort niet eens een keer weer bij tante Sjaan op bezoek? Ja, dat is gezellig. Nee, ik bedoel niet omdat het gezellig is, maar over 4 maanden is het weer contest en ik kan de trafo van de eindtrap goed gebruiken. Jij harteloze kwal. Vandaag ga ik het hebben over koffie en koffiezetapparaten. Ik denk dat ik de vaste onderwerpen waarmee ik begonnen ben maar loslaat. Ik laat me inspireren door wat ik zo al tegenkom. Koffie wordt al vele eeuwen gedronken, maar met name de afgelopen eeuw zijn er diverse uitvindingen geweest waardoor het zetten van koffie sterk veranderd is. Het aantal apparaten dat bestaat is simpelweg te groot om hier nu allemaal te behandelen. Bij al die ontwikkelingen is de smaak van koffie vaak ook flink verbeterd, soms verslechterd en tegenwoordig is ook de kwaliteit constanter. De eenvoudige manier is om koffie in een kan te gooien en daar kokend water over te gieten. Kookkoffie heet dat. Ik weet nog dat de moeder van mijn eerste vriendinnetje koffie zette in een behoorlijk grote kan voor de hele dag. En die stond er vervolgens de hele dag op een klein gaspitje te pruttelen. De leden van het gezin schonken daar de hele dag koffie uit en het restant ging 's avonds laat in de gootsteen. Die koffie was vies en bitter. Op een gegeven moment heb ik maar om frisdrank gevraagd. Het begint erop mee dat 100 graden de temperatuur van kokend water te warm is. Daar wordt koffie inderdaad bitter van. In landen waar traditioneel kookkoffie wordt gedronken gebeurt dat met heel veel suiker.
Van alle koffieapparaten is de cafetière wel een aardig goeie. Bij de cafetière doe je koffie onderin, daarna giet je het water erop en dan doe je een soort zuiger met daarin het filter naar beneden om de koffie van het water te scheiden. Als je daar het water niet met 100 graden opschenkt en als het filter een metalen rooster is en niet filterpapier, dan is de koffie behoorlijk lekker. Koffie uit een cafetière kan snel bitter worden als deze niet meteen wordt opgedronken. Dat komt doordat het water in contact blijft met de koffieprut. Een koffieapparaat dat veel mensen van boven de, nou het is echt meer een koffiekannetje, dat veel mensen van boven de 40 of mensen die vaak in Italië komen wel zullen kennen, is de percolator. Het proces van percoleren voor laboratoriumgebruik dateert al uit de 17e eeuw. Net na 1910 werd het proces voor het eerst voor koffie gebruikt. De moderne percolator wordt op het gas of op een elektrisch kookplaatje geplaatst. Onderin zit water en bovenin zit een bakje met perforaties met de koffie. Doordat het water kookt, wordt dit door een buisje naar boven gedreven, het geperforeerde filter in. Zo komt het hete water op de koffie terecht en druppelt daar doorheen naar beneden. De koffie uit een percolator is bitter. Ik ben zelf een koffieliefhebber, maar ik lust het alleen met heel veel melk en liever niet te vaak. De percolator werd in de VS rond 1960 erg populair en als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat het gebruik van koffie in de jaren daarna tientallen procenten daalde. Het herstel in de VS staat op toen het ook nu nog veel gebruikte koffieapparaat met filterzakjes populair werd. Dat zorgde ervoor dat koffie in de VS weer populair werd. Een dergelijk koffieapparaat warmt de koffie op met een warmte-element onder de pot, waardoor een buis loopt. Het water in die buis wordt verwarmd door het element zeg maar in het kookplaatje en het wordt zo via een verdere buis naar boven gestuurd door die warmte, tot deze over de koffie in het koffiefilter loopt en door de koffie zo naar beneden sijpelt. Als het water opgebruikt is, warmt het warmte-element verder op, waarna een soort thermostaat de stroom onderbreekt, totdat het element tot onder een bepaalde temperatuur is afgekoeld. Zo blijft de koffie warm. Dergelijke apparaten zijn er met en zonder papierfilters. Exemplaren zonder papierfilter gebruiken een zeer fijn gaas en worden vaak als camping- of kampeerkoffiezetapparaat verkocht. Van die laatste exemplaren is de smaak van de koffie beduidend beter. De papieren filters bestaan uit een soort vloeipapier, ook filterpapier genoemd. Het nadeel van dit papier is dat een groot deel van de essentiële oliën in de koffie hierin achterblijven. Het zijn deze essentiële oliën die de koffie een goede koffiesmaak geven, vandaar dat koffie die door papier heen gaat altijd minder goed smaakt. Dat geldt voor cafetières, voor filterapparaten en ook voor de koffiepads van papier zoals bij Senseo. Overigens zijn deze essentiële oliën wel slecht voor de gezondheid. Iemand met een hoger cholesterol kan ze beter niet drinken, omdat ze het cholesterol flink kunnen verhogen. Ik ben zelf, zoals ik zei, een groot koffieliefhebber, maar ik drink het meest espresso. Dat maak je gewoonlijk in een espressomachine. In een dergelijk apparaat wordt water tot rond 90 graden Celsius verwarmd en bij een druk van ongeveer 900 kilopascal, dat wil zeggen 9 bar, door 7 tot 10 gram fijn gemalen bonenkoffie geperst. Dat is wat het officieel moet zijn, die temperatuur, maar er zijn ook apparaten met een hogere druk, bijvoorbeeld 14 of 18 bar. Door dit proces wordt de smaak en geur maximaal uit de koffie onttrokken. Kenmerkend aan espresso is dat er een laagje zogenaamde crema op zit, schuim dat lichtbruin van kleur is van ongeveer 2 mm dik. Daarin zitten vetten en suikers die door de druk uit de bonen geperst zijn. Espresso heeft een heel sterke smaak, maar het is niet bitter. Je hoort het eigenlijk zonder suiker te drinken, maar ik doe er zelf wel zoetjes in. Opmerkelijk van espresso is dat er ondanks de sterke smaak heel weinig cafeïne in zit. Per kop zo'n 30 ml minder dan filterkoffie. Vergeleken met percolator koffie is het verschil nog groter. 110 gram percolator koffie zit 212 mg cafeïne. En in 100 gram espresso koffie slechts 40 mg. Espresso wordt zonder melk gedronken uit speciale kleine espresso kopjes. Espresso wordt ook gebruikt als basis voor onder andere cappuccino, café macchiato, café panna, espresso met slagroom, café latte macchiato en cortado. Deze bijdrage is een experiment. Hij is in het kader van de zendamateur hobby, dus ik ga misschien voor de meeste mensen in het algemene publiek iets te ver wat terminologieën en dat soort dingen betreft. Maar ik heb op de tijd verkeken en ik heb dus geen tijd om deze uitzending eerst uit te schrijven, dus ik moet het uit mijn hoofd doen. Dat is niet zo erg, dat lukt gegarandeerd. Onderwerp van de uitzending, dat is dus de zendamateur hobby. Ja, maanden twee geleden hebben ze in België een amateurband erbij gekregen, de 40 megahertz band, de 8 meter band. Maar goed, in ieder geval, die 40 megahertz band is interessant omdat dat de frequentie is waar meteorscatter het beste werkt. Dus dat is wel, op 50 megahertz gaat het ook goed, maar op 40 gaat het nog wat beter. In België hebben ze sinds jaren en dag hebben ze ook een meteorscatter baken. Dat is een wetenschappelijk baken op 40 megahertz.
Dergelijke baken zijn er meer. In Duitsland is er ook een wetenschappelijk baken op 60 meter, op 5195 kHz. Uit mijn hoofd. Ja, het aardige van die amateurbanden is de meeste amateurs ongetwijfeld opgevallen. Maar die banden die hebben een harmonische relatie met elkaar. Doorgaans zijn die banden de tweede harmonische, maar soms klopt het niet. En daar zijn verschillende redenen voor. Als je kijkt, 80 meter is 2 keer 160 meter. 40 meter is 2 keer 80. Ja, daar zit er dan nog eentje tussenin die er later bijgekomen is. De eerste waar het misging was 15 meter, die een derde harmonische van 7 is. En niet een dubbele van 20 meter. Dat heeft allemaal zijn oorsprong voor de oorlog. En daarna toen zijn er dingen gebeurd waardoor het dus wat meer misging. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog hebben ze in vliegtuigen radio's gemaakt. Die werkten op de hoogste frequentie, waarbij dat productmatig nog goed te maken was voor in de bommenwerpers. En dat gebeurde op een band die eigenlijk een amateurband was voor de oorlog. De 2,5 meter band. De 2,5 meter band die lag rond de 108 megahertz en wat hoger. En ja, dat was dus lange tijd een amateurband. Na de oorlog werden die vliegtuigen, die werden allemaal gebruikt en omgebouwd. Deels de bommen, we hebben ze in elk geval de passagiersvliegtuigen. En ze vonden het niet opportun om die apparatuur allemaal te moeten ombouwen. Dus toen hebben ze de amateurband ingetrokken, die 2,5 meter. En vervolgens hebben ze daar de 2 meter band, 144 megahertz, voor teruggegeven. En daarmee is dus die harmonische relatie van telkens 2 verstoord. Want we hadden ook de 5 meter band. En die hebben we kort na de Tweede Wereldoorlog nog een tijdje gehad. Rond de 60 megahertz. Ongeveer de helft van 108. En die band die stopte toen de BBC in 1949 begon met uitzenden op kanaal 4. En dat zat zo dicht bij die amateurband dat het niet meer gezonder kon worden zonder dat de televisie plat ging. En ook in Nederland werd er al snel op kanaal 4 uitgezonden vanuit Lopik. Dus ja, toen waren die 5 meter band kwijt. Het aardige is dus dat in Engeland hebben ze in 1957 daar de 70 megahertz band voor teruggekregen. We hebben die ook gekregen. Dat was het International Geophysical Year. Het was 57 of 58. En in dat jaar mochten de amateurs een jaar lang 70 megahertz gebruiken. Maar die Engelsen die maakten een hoop tamtam. En die zeiden, ja, maar we zijn onze, want het was de populairste band. We zijn de 5 meter band kwijt geweest. Wij willen gewoon een permanente 4 meter band. En nou, die hebben heel erg geprotesteerd. En in Nederland was die band dus na een jaar weer ingetrokken. Maar in Engeland bleef die band vervolgens amateurband. Daar kwamen nog wat landen bij. Ik geloof dat Ierland tegelijk met Engeland dat ook was. En een aantal jaren later kwam Portugal er ook bij. En lange tijd was dat een amateurband in 3 landen. Tot uiteindelijk er een voorstel kwam om dat in meerdere landen in te voeren. En sindsdien heeft Nederland ook een 70 megahertz band. Die wijkt niet af van 144. Maar wel van de banden die eronder zaten. dus ja, daar klopt het dus niet. Maar als je kijkt van die 2,5 meter. In de VS hebben ze de 220 megahertz band. En dat is 1,25 meter. Dat is de helft daarvan. En in meters en de dubbele frequentie. En de dubbele frequentie daarvan is dus weer 440. 440 is weer de 70 centimeter band. Daarboven gaat het wat mis. Opnieuw. Maar dat is dus de relatie tussen de amateurbanden. Zoals dat historisch gegroeid is. Er is enige sprake van, kijk, die 40 megahertz, de IARU die zet erop in om die 40 megahertz echt overal ter wereld amateurband te laten worden. Dus dat is leuk, want dan kun je met propagatie experimenteren en dat soort dingen. Er is daarnaast een voorstel dat wat minder concreet is en dat is 60 megahertz. Ook 5 meter in dat geval. Dat wijkt al wat af van de oude frequentie van 60 megahertz. Ja, in Ierland is wat bijzonders aan de hand. In Ierland hebben ze namelijk alle banden tussen 28 en 70,500 op 2 megahertz na. En 300 kilohertz. Dus wat ze hebben is 28 tot 70,500. En wat er ontbreekt is 29,7 tot 30 megahertz, dat hebben ze niet. 49 tot 50 hebben ze ook niet. En nee, dat is wat er ontbreekt. Meer ontbreekt er niet. Dus het zijn 2 stukjes die ze niet hebben. Ideaal als je dumpapparatuur hebt natuurlijk, want het werkt allemaal in die band.
Maar ja, ze hebben daardoor automatisch, hebben ze daardoor ook die 8 meter en die 5 meter band in de toekomst al. Maar dat is het enige land waar het zo is. Dus en ik zie ook niet snel dat in andere landen te gebeuren. Want eigenlijk overal zijn die banden militair in gebruik. En die militairen vinden dat ook een heel prettige band om op te werken. Dus die mopperen al dat wij daar 50 megahertz wilden en 70. Dus. Jawel, er is in Italië, maar dat is niet op dezelfde frequentie, is een 40 MHz CB-band, wat ook nog wel leuk is om te melden. Ja, die 40 MHz-band die zit volgens mij op 41 of net iets boven, ik denk net boven de allocatie, dus het zal wel 43 MHz zijn dan. Dat is een band waar volgens mij 10 watt op gemaakt mag worden bij 40 kanalen, maar het is met een vergunningenstelsel wat een beetje merkwaardig is. Je kunt lid worden van een club die dan een collectieve vergunning heeft. En dan mag je die apparaten gebruiken. Dus niet iedere CB'er mag dat. En dus ook, het is ook wat serieuzer dan CB zelf. Italië is het enige land die ze hebben. Die Italiaanse merken zoals Intec en zo zijn er nog wat die 27MC apparatuur maken. Die maken in een aantal gevallen ook deze apparaten. Maar goed, die exporteren ze dan weer niet. Ja, ik schrok. Ik zie dat ik te lang praat voor mijn 5 minuten al. Eén ding is nog wel aardig te vermelden. De eerste banden die we kregen, daar zat ook de 10 meter band bij. Maar die 10 meter band die liep van 27 tot 9, tot in eerste instantie tot 30. En die 300 kHz is er vrij snel vanaf gegaan bovenaan. Maar eind jaren 40, toen kregen ze in de VS de eerste Citizens Band. Maar dat was op boven de 400 MHz. En het was eigenlijk niet goed mogelijk om daar toen apparatuur voor te maken. En die apparatuur die er was, die was vrij lastig te bedienen en ook niet super goed. En toen hebben ze dus ergens halverwege de jaren 50 op de dag van nou, we moeten er maar weer stoppen, want er wordt toch niks. En toen was er een congreslid en die stelde voor om daar 27 MHz voor vrij te geven. En die 27 MHz is toen van de amateurs afgepakt. Dat was onze band. Maar het werd wel een beetje een succes. Maar ook niet zo verschrikkelijk groot. Dat gebeurde pas met The Dukes of Hazzard, de tv-serie. En Cannonball Run, een speelfilm. En nog wat films waarin die bakjes gebruikt werden. En pas toen is het helemaal losgegaan. Goed, ik sluit hem snel af. Dit is een veel te lange uitzending geworden. En geïmproviseerd. Vandaag opnieuw het synth-amateurisme. Maar wat meer voor een groter publiek geschikt. Eind jaren 70, begin jaren 80 organiseerde ik als radioamateur vele vossenjachten. Vossenjachten hebben in dit kader niets met dieronvriendelijke activiteiten te maken. Maar het komt er in het kort op neer dat één zo'n zendgek zich ergens in de bosjes of op een andere, meer creatieve plek moet verstoppen. En dat de rest destijds vaak een hele meute die ene figuur met zijn of haar zender dan moet zien op te sporen. Voor opsporingsambtenaren van clandestine zenders is het dagelijks werk, maar radioamateurs zien bij dit soort gelegenheden het meer als sport. Er zijn meerdere varianten van dit soort vosjachten. Bij veel daarvan wordt alleen gelopen. Wij hadden destijds een systeem waarbij we in het begin, toen we ze organiseerden, nog een aparte puntentelling hadden voor lopers, fietsers en autorijders. Maar uiteindelijk was de praktijk dat iedereen vanaf een parkeerplaats op een van de hoogste plekken van mijn woonplaats, voor wie het kent, nabij het Belgenmonument, met de auto startte en afhankelijk van de plek alleen de laatste meters of hooguit honderden meters lopend aflegde. Teams bestonden destijds dan ook meestal uit een chauffeur en een navigator annex jager. Hoewel ik ook in de competitie van de jachten zelf wel eens heel aardig heb gepresteerd, was ik doorgaans toch echt een vrij matig vossenjager. Des te beter was ik in het bedenken van rotstreken als zijnde vos. Dat bleef bij anderen niet onopgemerkt en zo is er, als ik een enkele keer toch eens op vossenjacht ging, meermalen op een sympathieke wijze geprobeerd om wraak op mij te nemen. Een van die keren was de vos een voor mij onbekend persoon, dat wil zeggen ik kende hem wel, maar ik wist niet wie het was, of zelfs maar dat hij bij vossenjachten betrokken was. Zodoende had ik ook niet direct in de gaten wie ik in het donker voor me had. De auto, door mijn vaste compaan bestuurd, bracht mij vlak in de buurt van diens woonhuis, een park in de stad Amersfoort, waar je destijds nog in het donker zonder al te ongerust te zijn voor criminaliteit of dat soort dingen kon rondlopen. Ik begon vanaf, opnieuw voor wie de omgeving kent, de richting van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is er al niet meer, net buiten het park aan de andere kant van de beek te lopen. Het was in een korte periode dat ik met jagen buitengewoon goed presteerde, wat kwam door een deels zelfbedachte en zelfgebouwde pijlontvanger, die weliswaar uiterst geschikt was voor het pijlwerk, maar tegelijk ook onhandig zwaar en weinig waterdicht, zodat ik hem daarna voor dat doel nog maar heel weinig gebruikt heb. Nadat ik 2/3 van de zijde van het park had afgelegd, wist ik daardoor absoluut zeker dat de zender zich op een bepaalde plek precies aan de andere kant van de beek moest bevinden.
doordat we bovendien de pijlantenne uit het raampje van de VW Kever gestoken, ja het is lang geleden, vrijwel in een rechte lijn vanaf het Belgenmonument naar beneden bij het park gereden waren, wist ik zeker dat ik absoluut tot een van de eerste moest behoren die op de plek van de bestemming was aangekomen. Kortom, nog even terug doorstappen, beek over en de ingang van het park in en de overwinning kon mij bijna niet meer ontgaan. Veiligheidshalve in het donker polshoogte genomen vanaf de situatie ter plekke. Meestal zit er een persoon bij of dicht bij de zender. Soms hangt er een briefje of een stapel briefjes waarvan je er eentje ter bewijzen moest meenemen. Maar dat viel nog niet mee, want ondanks dat mijn ogen al een poosje aan het donker gewend waren, ontnam de donkere nacht en het dichte bladerdak mij vrijwel alle zicht. Toch ontwaarde ik vrijwel op de plek waar ik gepeild had op mijn bankje een silhouet. Ik peilde van een meter of 100 afstand nog maar eens extra. Geen zin om een eventueel agressieve zwerver onnodig uit zijn slaap te halen, maar nee hoor. Pinpoint precies om het zo maar te zeggen, maar ik bleef niettemin voorzichtig. Voor hetzelfde zat de vos 10 meter achter het bankje en had ik alsnog met de zwerver te maken. Op het bankje bleek dus een zoenend paardje te zitten. Ik was echt redelijk overtuigd van mijn gelijk en riep dus vanaf een meter of 8 afstand, ik zoek de vos. Ze gaven enigszins geamuseerd aan dat ze geen idee hadden waar ik over sprak, maar ik wist het zeker, dus ik drong aan. Het bleek dat ze toch wel erg graag met rust gelaten wilden worden. Toen ik een derde keer vroeg, werd ik resoluut weggestuurd. Vervolgens nog een aantal keren gepeild, niet verder dan 50 tot 100 meter vanaf die plek, maar de man in kwestie met zijn resolute stemgeluid maakte de indruk dat er met hem niet viel te spotten en omdat het sowieso onverstandig leek om zoogdieren bij hun paringsritueel lastig te vallen, besloot ik mijn heil elders te gaan zoeken. Vosjachten op de betreffende frequentie in bewoonde omgevingen staan bekend om de vele reflecties van het signaal die ook geregeld valse peilingen veroorzaken. Afijn, nadat ik mijn actieradius tot zeker 15 minuten loopafstand had uitgebreid, kom ik zo'n 40 minuten later alsnog op dezelfde plek aan. Het paardje zat er nog steeds en toen ik nogmaals in hun richting keek, leek het alsof ze mij vol medelijden wenkten. Jawel, ik had wel degelijk de vos als een van de eerste aangetroffen, maar doordat ik me dus had laten aftroeven, stond ik dit keer bij de prijsuitreiking zowat onderaan de lijst. Het moeilijkste was vervolgens nog mijn gang naar het nabijgelegen cafetaria waar de prijsuitreiking zou plaatsvinden. Het liefst was ik gewoon naar huis gegaan. Uiteraard waren de meesten daar al binnenkomen wandelen. De creatieve manier waarop de vos zich dit keer had verstopt, maar bovenal hoe ze de jongen die zelf altijd de gemene streken uithaalde hadden afgetroefd, was inderdaad aanleiding voor veel hilariteit. Eigen schuld, dikke bult, zal ik maar zeggen. Daddy Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daddy Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.